In een huisje ergens in Breda woont een schooldirectrice die druk bezig is omdat haar zoontjes thuiskomen van het voetballen. Nou, die cake die ik voor ze heb gemaakt is wel heel lekker. Oh, hallo Giovanni. Wat? Komen jullie niet eten? Nou ja, ik... Ja, dan eten die cake wel alleen. Oké, doei. Pas als het donker is, komen haar zoontjes terug. We zijn thuis. Oh, gezellig. Kunnen jullie ons avondeten eten? We hebben al een broodje kroket op in de voetbalkantine. Nou, dan ga ik maar die voetbalkleding wassen. Oh, wat stinkt het al. Op haar werk zag de directrice kinderen ook alleen maar voetballen. Nou, zijn ze weer aan het voetballen. Gisteren waren er 15 wedstrijden op tv. Het lijkt net alsof ze alleen maar voetballen. Nou, maar voetballen vinden ze toch gewoon leuk? Ja, maar eerst was het alleen op zondag. Nu is het overal op tv. Engelse voetbal, Russische voetbal. Als ze dat willen kijken, dan kijken ze dat. Nou, ik vind dat het gewoon verboden moet worden. Rieders, ik wil onmiddellijk een mes hebben. Een mes? Ja. Nou, nu. Ik wil onmiddellijk die bal hebben! Ik wil die bal hebben! En wat nu! Dat rot voetbal af! Wat is er aan de hand, kinderen? Alicia. Nou, ik heb gelezen dat we gewoon kinderrechten mogen hebben. En spelen is ook een kinderrecht. Shefa. Wij hebben recht op ons eigen mening, dus we gaan nu demonstreren. Wij willen spelen! Wij willen spelen! Dave niet alleen bij een demonstratie in de klas. De kinderen maakten protestborden voor een grote demonstratie op het schoolplein. Spelen! Wij willen spelen! Ik zal kijken of jullie op het schoolplein mogen demonstreren. Jullie horen nog van mij. De kinderen mochten van de gemeente op het schoolplein demonstreren, maar de directrice wist van niets. Hé, hey, wij willen spelen! We kunnen ook gewoon voor de school, voor de ingang van het schoolplein zitten. Dan kan niemand erin en eruit. Ja! Ja! Jullie komen meteen naar mijn kantoor. Ik wil jullie spreken. Nu. Nou, ik wil weten, wat is hier aan de hand? Waarom waren jullie aan het demonstreren? Nou, we vinden het niet leuk dat u alle ballen lek heeft gemaakt. En nu kunnen we helemaal niet meer spelen, want u heeft alle ballen lek gestoken. Jullie kunnen tikken spelen of stoppetje. We hebben boven spelletjes voor schaken en dammen. We vinden voetbal leuk omdat we samen kunnen spelen. Ja, voetbal is gewoon leuk. Ja, we stoppen. Voetbal. Ja, voetbal. Het is alleen maar voetbal. Dinsdag voetbal, woensdag voetbal, donderdag voetbal, vrijdag. Ik kan mijn zoontje niet zien. Het enige wat ik moet doen is een fijne was wassen. Ik heb helemaal genoeg van. Maar directrice, het is niet eerlijk dat u thuisproblemen op ons afreageert. Ja, misschien hebben jullie gelijk. We gaan maar terug naar de demonstratiegroep. Nee, hey, jongens, daar komen ze. Ja. Nou, ik heb eens nagedacht en jullie mogen weer voetbal. Ik teken wel een middenstip en ik zorg voor de goals. Hier is een bal.